Van één deel hebben we het juiste masker gemaakt. Gebruik hierna een beauty blender. Deze filterdeken is warm en zacht. Een fopspeen zal de baby helpen kalmeren. Sst, lieverd. Stil, kleine baby. Zeg geen woord. Wie draagt er een zwarte cape? Oh, Huggy Wuggy, ik kwam zelf helpen met een familie te vinden voor het weesje. Maak je geen zorgen, baby. Ik volg deze mensen al een lange tijd. Ze zullen voor je zorgen. Het is tijd om hier weg te gaan. Oh, hoe is deze baby op onze stoep verschenen? Wat moeten we doen? Ze is zo schattig, we kunnen haar hier niet laten. Laten we naar huis gaan. Ze is in de juiste handen. Er is een kartonnen huis op de bodem van de zee. Maar we kunnen het voor iets anders gebruiken. Maak het iets kleiner. Bevestig een halve bol en vul het met kralen. Lieverd, wat moeten we doen? Een baby is een grote verantwoordelijkheid. Yes. Denk je dat we het aan kunnen? Oh, we hebben haar wakker gemaakt. De schreeuw van een meisje veroorzaakt een aardbeving. Shh, ik heb een oplossing. Het kwam eindelijk van pas. De moeder ging op de bank zitten om de baby te wiegen. En de vader begon met schoonmaken. Het lijkt erop dat er nog een persoon in het portret is. Natuurlijk, het kleine meisje maakt nu deel uit van een gezin. Welke kleur zullen we kiezen? Deze. Rol een stuk boetseerklei als dit. Maak perfecte cirkels. Voeg ze in mode toe en zet ze in de oven om te bakken. Klaar. Neem een paar vakjes. We kunnen een koekje in elke vorm stoppen. Het is beter om deze snoepjes in metalen doosjes te bewaren. De baby is een beetje gegroeid. Het is tijd om boodschappen te doen. Hey. Nou, laten we eerst het fruit halen. No. Wauw, gave snoepdozen. Mam, koop het, koop het! Nee, Francie, je hebt al één snack gekozen. No. Ik wil meer! Ik wil alles! Voorwerpen begonnen van haar geschreeuw naar beneden te vallen. Oké, shh. Maar alleen vandaag. Morgen hebben we gezond eten. Ja, oké, mami, ik beloof het. Yay. Hi, ik ben klaar voor een transformatie. Kies een pruik. Dat is het niet. Ik neem deze. Deze stof. Wow. Snap, we hebben een topje. Maak het af met een filterzonnejurk. We hebben meer zakken nodig. Het staat je geweldig. Francie houdt van kappen. Yes, er is meer ruimte voor mijn staartjes. Ze kan nergens heen zonder een masker. Het ziet er stijlvol uit met stukken kunstleer. Je kan Francie gemakkelijk herkennen aan haar driehoeksymbool. Onze fashionista is altijd het middelpunt van de belangstelling. Het is een speciale dag op de kunstschool. Kinderen, vandaag hebben we een ongewone gast die jullie gaan schilderen. Wauw, interessant. Zeg hallo tegen Francie. We zullen samen de klas doorbrengen. Hi iedereen. Hey. Wauw, je hebt zo'n ongewone outfit en masker. Cool. Pak je tekenmateriaal. Begin met schetsen en zoek naar de juiste vorm. Nu hebben de leerlingen hun tekeningen af. Wauw, heel mooi. Goed gedaan. Ik ben trots op jullie. Yes. Wat zouden ze blij zijn als je weer kwam. Francie, ben jij dat? Uit de toekomst? Wauw, er zijn zoveel kralen. Laten we er een controller van maken. Schudden maar. Een roze en zwarte controller met strasknopjes is klaar om te gaan. Wil je spelen?
wat moet ik doen? Oh, Charlie. Hoi, wat wil je doen? Laten we ons favoriete spel spelen. Huh? Ik zet de PlayStation aan. Het is niet makkelijk om de eindbaas te verslaan. Yes, we hebben gewonnen! Yay! Dat was leuk, maar ik moet mijn huiswerk maken. Bye! Laten we de kleur kiezen. Vorm het varken. Teken in gezicht en symbolen op de zijkant. Ik moet iets anders doen. Ik had ergens een spaarvarken. Ik moet geld verdienen en het op de top vullen. Ja, ik weet zeker wat mijn geld zal opleveren. Flyers uitdelen is een klassiek tienerbaantje. Neem een flyer. Mis je kans niet. Neem een paar flyers. Het zal leuk zijn. Yes. Een geweldige aanbieding voor jou. Ja, ik heb ze allemaal uitgedeeld. Het is tijd om mijn betaling te krijgen. Goed werk, hier ga je. Bedankt. Frenzy vulde haar spaarpot aan. Dat is veel beter. Ik zal geld opzij blijven zetten voor mijn droom. Ze groeide een beetje meer op. In plaats van munten begonnen er dollars te verschijnen in de spaarpot. Wauw, het is tijd om uit te geven. Hallo, ik wil die naaimachine. Goede keuze. Betaal je contant? Ja, hier. Wat? Huh? Yay! Neem het. Bedankt, het is van jou. Mijn droom is eindelijk uitgekomen. Wauw, er zijn zoveel onderdelen die we kunnen gebruiken. Een basis van dik karton. Een deel van een spoel. Geef het de juiste vorm. Vergeet het wiel niet. Wat gebeurt er? Klei bedekte het frame uit zichzelf. Ongelooflijk. Verf het stuk wit. Roze inzetstukken zijn Francie's stijl. Bevestig naaibenodigdheden. Oh, er zijn zoveel onderdelen. Deze machine is ingewikkeld. We hebben geweldige jumpsuits gemaakt. Een paar naden en het is klaar. Oh, ik heb aan mezelf genaaid. Oh, ik scheurde een stuk van mijn outfit. Dat is oké. Tijd om te schilderen. Nu zijn er nummers. Ik gebruikte de eerste set voor iets goeds en geef het aan de mensen die het nodig hebben. Een groep daklozen was buiten aan het uitrusten. Vrienden, ik heb nieuwe kleding voor jullie meegenomen. Hier, dit is voor jullie. Dit trainingspak is te klein. Geef het aan mij, het is mijn maat. Staat het me goed? Het ziet er geweldig uit. Maak een bal van boetseerklei. Kneed het. En knip er geometrische vormen uit. Bak het in de oven. Doe een dopje op het rietje. Stamp. Buig een draad. Maak het af met zachte kussentjes, zodat het oude vouwtje makkelijk kan lopen. Het ziet er beter uit in het paars. Zoveel tijd ging voorbij, maar gewoontes veranderden niet. Francie is nog steeds dezelfde persoon. Het is zo fijn om mijn avonden voor de open haard door te brengen met het lezen van een boek. Het is tijd om mijn rug te controleren. Aha. Dokter, ik heb veel pijn. Het is moeilijk voor mij om op te staan. Laten we eens naar uw röntgenfoto's kijken. Ik ben in de war. Yes. Alsjeblieft, help me. Ik heb een idee. Oh, waar is hij? Hier, je kan hier rondrijden. En je rug zal niet belast worden. Oh nee, ik ben pas 93. Oké, nog een optie. Dit apparaat is beter. Pam, pam! Oh, wees voorzichtig. Ik moet het handvat aanpassen. Aha. Dat is veel beter.
Oh, je hebt me gered. Ik hoop dat je een succesvolle carrière hebt en veel leuke patiënten. Oh, bedankt. Oude dames zijn raar deze dagen. Een container van speelgoed groeide. We hebben de helft nodig. Dit is extra. Bedek het met klei. Wauw, het is een kattengezicht. Voeg textuur toe. Dat is eigenlijk een gouden luipaard. Een VIP-masker. Francie kwam naar een café om snoep te halen. Sorry, u moet een masker dragen. We kunnen u niet bedienen als u er geen eentje draagt. Wat? Ik draag een masker. Huh? Helaas, dit soort masker is niet goed. Oh, oké. Ik zal het veranderen. Zal dit oké zijn? Ik kan mijn ogen niet geloven. U hoeft niet in de rij te staan. Wat zou u willen? Dat snoep. Aha. Alsjeblieft. Yes, snoep. Het is zo lekker. Ik kan gewoon niet geloven dat ik eerst mijn masker vergat.